Oh, la la la. Woehoe. Wat is dit een mooie zeg. Om in te lijsten. In 2012 aan de blauwe kant van de Westmaat in Bunschoten-Spakenburg twee kampioenskandidaten tegen elkaar. Namelijk Rijnsburgse Boys tegen Spakenburg. Ik deed die wedstrijd samen met collega Jim van der Dijl. En voor de wedstrijd komen we Riley Ignacio tegen. Destijds speler van Spakenburg. Nu bij Rijnsburgse Boys. En volgend jaar voetbalt hij overigens bij Kozakken Boys. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. We maakten zo een praatje en toen zegt Ignacio tegen Van der Dijl: als ik scoor, kom ik naar je toe. En dat kon toen, want wij deden verslag voor de radio tussen de beide dugouts. Dus we zaten eigenlijk aan de rand van het veld. Rijnsburgse Boys werd van het kastje naar de muur gevoetbald. Kansloze bedoelingen, Rijnsburg verloren ruim. En op een gegeven ogenblik is dan daar die goal van die Ignacio. Ik was dat al lang vergeten dat hij dat geroepen had. En al zijn medespelers die wilden hem feliciteren met zijn goal. Daar gaat hij met een boog omheen. Die ontwijkt hij. Hij komt op ons aflopen en geeft Van der Dijl een hand. En is weer weg. En dan komt Ignacio naar ons toe. Tik Jim aan. Ja, dat zijn dingen die blijven je altijd bij. Ik heb het er nog wel eens over met Jim. Dat zijn natuurlijk prachtige dingen. Ik moet er wel bij vertellen. Voor de winterstop speelde Ignacio met Rijnsburgse Boys. Tegen die ploeg uit Ermelo, DVS 33. Toen zei hij ook tegen Van der Dijl: als ik score, kom ik naar je toe. Maar helaas voor Rijnsburg en voor Ignacio. Nee, ook die wedstrijd werd verloren door Rijnsburgse Boys en Rijdi scoorde niet. Maar dat moment in Spakenburg, Jim en ik hebben het er nog wel eens over als we koffie drinken. Ignacio, die zocht Van der Dijl op. Mooi, mooie man ook die Rijdi trouwens.